jullie er zijn. Kom binnen. Ik ben Hilmar Mulder, hoofdredacteur van Libelle. En ik woon hier samen met mijn man en mijn twee zoons en hond Jimmy. Ik hou van contrasten. Ik hou van dingen mixen en ik hou van het gebruik van kleur. Ik denk dat ik best wel dingen durf. Maar ik vind vooral dat een huis wordt pas een thuis als je spullen hebt met een verhaal. Het Biedermeier kastje wat van mijn schoonvader is geweest. Een etnisch beeld wat uit de erfenis van mijn oom komt. Glazen spijkervaasjes die weer van mijn oma zijn geweest. Libelle heeft samen met Prominente Stoel ontworpen. En al die ingrediënten bij elkaar, ja, dat maakt dit het plekje. Om te beginnen is het natuurlijk een stoel die fantastisch zit. Comfortabeler wordt het niet. En daarnaast ziet hij er natuurlijk ook gewoon goed uit. De details, daar ben ik heel erg voor gevallen. Dat gecapitoneerde, dat zie je ook weer terug in de rocker die ik heb. En het is leuk als je in je interieur als bepaalde elementen terugkomen. En ik ben altijd op zoek naar spannende combinaties. En dat oud roze samen met een beetje dat oranje-bruin van dat leer. Ja, dat is wat je hier ook terug ziet in dat bruin. Dat vind ik best wel vernieuwend. Nou, ik moet natuurlijk beroepshalve moet ik heel veel tijdschriften lezen. Daar heb je gewoon een lekkere, goede, comfortabele stoel voor nodig. En dat vind ik echt ontspannen. Dat is echt me-time.